wou zeggen, doen we maar één tuintje. Ik wou zeggen, doen we maar één tuintje. Oh, geen teller, hè? Nou, we gaan allemaal. En we zitten weer nokkie-nokkie. We zitten weer bommetje, kan je wel zeggen. Wordt het druk vanmiddag? Wordt het druk vanmiddag. We zitten tot over de oren. Kijk dan wat de mensen, wat rijden. Ik wou vragen of ik wat eerder wegkom. Dat zou niet goed vallen. Ik wou vragen of ik wat eerder wegkom. Is dat... We gaan houden. Het kan dus niet horen. Het kan dus niet horen. Nee, natuurlijk kan je niet. Belachelijk, hè. Kan ik eerder weg. Volle zaal. Miljoenen. Hallo, miljoenen. Volle zaal. Ik denk we komen te laat. Ja hoor, dwars door iedere tune. Ik begrijp het nou niet, hè, dat iemand nou niet is gewoon binnen gaan komen voor 1:30. Nee hoor, kom allemaal dwars. Je kan nu een tune starten. Dan komt er alweer een binnen. Goeiemorgen, daar ben ik hoor. Goeiemorgen. Luister niet, heb het nut als ik mijn jas uit doe of ging ik weer terug? Oh, Harry, ik geen koffie, hoor. Nou, als we nou alles gehad hebben, kunnen we... Vol. Nou, ik moet ook niks meer hebben, zeg ik. Nee, oh, nee, ik heb dit al goed in het ogen. Dankjewel, Harry. Nou, als we nou eens gewoon begonnen met de spreuk... Hey, Dick, nou, ik hoorde net een tune, wat was dat voor? Waar was dat voor? Dat is dat voor de tune, hoor. Voor de tune, hoor. Voor de tune, hoor. Nou, kom op, nou, wat heb je nou? Voor de tune, hoor. Wacht er wat uit, kan mij het schelen. Wat dacht je van beter... Je moet niet vragen wat ik denk, want ik luister niet eens. Wat dacht je van... Hij heeft vorige week gehoord, brieven gehad, kon niet meer, hè. Dat kon toch niet meer, want... Nou ja. Beter één speer in je hand en 10 in je rug. Beter één speer in je hand en 10 in je rug. We gaan gauw beginnen. Ja, laat me alsjeblieft gauw gaan beginnen. De zin ben ik weer weg. Mijn zin. Wat een vrouw. Wat komt er allemaal? Hey, Dick, er komt hier een mevrouw van, met een zachte G. Wat? Met een zachte G. Die zegt dat ze besteld is. Mevrouw met een zachte G. Heb je weer staan voelen? Nee, ze klaart met een zachte G. Oh, en wat moet die met die zachte G? Ja, dat weet ik ook niet. Weet je, ken jij dat? Die tweede van links. Oh, meneer Zachte G, dat ze soms zeggen, winnares van het Songfestival. Ah, nee, toch niet, Linda? Ja, Linda, hoor. Ah, maar Linda. Ach, dames en heren, dat is even een verrassing. Oh, we komt die zo hebben langs, een even interviewtje met de zangeres van het Songfestival. Leuk natuurlijk, hè. Die wordt helemaal te pletter gedraaid momenteel op de radio. Ja, oh, ja. En daarom vonden we het leuk om eens even... Het is ook een goed liedje. Ja, een heel goed liedje. Ja. Linda, dames en heren. Ja, leuk dat ze er is, hè. Goedemiddag. Mevrouw, wat ik wil vragen. Hij, gelijk hij weer. Wat wat ik wil vragen. Heb u het zo? Hij gaat wat hoe heb u het zo alleen kunnen vinden hier die studio? Dat is toch heel moeilijk. Hoe vond u het dat u het Songfestival gewonnen heeft? Had u dat zelf verwacht eigenlijk, eerlijk gezegd, u zelf? Vond ik ook. Want alles ging heel toevallig ging alles goed die avond, hè? Vond u ook niet? Ja, ging niks fout, hè? Nee. Ja, was zeker een wonder, ja. En toen kwam die jury met al die hele leuke jury. Veel punten. Ja, was zeker een wonder, hè? Ja. Maar ja, daardoor won u natuurlijk ook. Hoe vond u trouwens dat Fred Oster het zongfest dan presenteerde? Nou, vond het interessant om u te gesproken te hebben. Ja. Hoe heet het liedje ook alweer, wat u gaat zingen in Dublin? Is het klaar met het liedje van die
van je beren, die broodjes onder de smeren. Oh, natuurlijk, van Marzen onder boven onder, ja, natuurlijk. Hey Dick, hoe heette dat liedje is voor de administratie? Hoe heette dat liedje wat net gezongen wordt? Hoe heette dat liedje wat net gezongen? Let dan eens een keer dat op, hoe heette dat liedje? Is administratie. Ja, hoe heette dat liedje uit mevrouw Linda, hoe heet het ook alweer? Het is een wonder. Het is een wonder. Nou, schrijf het nou op en vergeet het maar. Het is een wonder, bovenwonder. Dan wou ik even zeggen wat ik luister. Ja, zo leuk was dat, hè. Nou, vond het interessant. Ik ook. Dick, hoe schrijf je wonder? Met een lange L. Kom op nou, laten we nou eens doorgaan met het programma. Ja, hoe schrijf je wonder? Dat vind ik ook wel, meneer De Groot. Ja. De administratie kan straks helpen. Oh, zal ik even koffie zetten? Nou, Harry, dat is wacht even met koffie zetten. Oh, hoezo? Ja, nou, we hebben een verrassing voor Harry. We hebben een verrassing voor Harry. Ja, ja, want wie hebben wij hier, De Groot? Nou. Kom daar maar even los binnen, jongens. Dat is Rita Corita alweer. Jongen, wat een mammoet. Dat ga ik toch niet zeggen tegen de dame. Wat een mammoet. Als ze moest anders met de goederen al even naar boven komen, Dick. Nou ja, doe er ook nog een schepje boven. Dit is toch niet leuk voor die vrouw. Ik begrijp dat nou niet, hè. Je vraagt, hè. Zo krijgen we dadelijk geen één artiest meer hier. En voor iedereen maar rang er doorheen. Nou, maakt niet uit. We stoppen toch over 5 weken, dus... Hou dan maar. Rita Corita, dames. Stoppen wij over 5 weken? Hallo, kunnen er even 4 rijen op, zei ze. Ze moeten langs. Nou, zo kan die wel weer, hè. Wil. Leuk, Rita Corita, dat is leuk, want die gaat namelijk... Ik hoor niks. Hey? Ik hoor niks. Ben je blij? Ja, nou wel. Die gaat namelijk samen met Harry, met Harry. Met Harry en Rita, heb ik nog niet gelezen. Nee, heb ik nog niet gelezen. Waar heb dat gestaan? En daar weet ik ook niks van, ik heb al die bladen. Ja, waar staat dat? Meiden, hallo. Het gaat alleen maar over een liedje, hè? Ik denk nou affaire op het spoor. Ik heel wat aan de hand. Ja, waar zit ze niet mee? Ik wilde al bellen, Nul. Ja, ik ook. Ik heb al die bladen. Dus ik denk, ik moet het nog weten. Heb je gisteravond Henk van der Meijden gezien? Meiden! Henk van der Meijden, mijn Derk. Nee, geen Henk. Wat is die echt, hè, die Henk van der Meijden? Oh, wat is die echt? En die Derk. Oh, die vind ik ook zo echt. Oh, echt. Oh, nou, even stil nou, hè. Kunnen we even Harry en Rita laten zingen, ja? Rita en Harry, die gaan namelijk zingen, het bekende liedje van Rita. Koffie! Oh, gezellig, hè? Ja, hoor. Daar is de koffie en ik zing mee, hè? Oh, kunnen wij misschien ook... Stel maar even, komen Harry in de kring staan, in de kring, komen wij staan. Nee, ik hoef het toch niet bij, hoop ik, hè? Joop, kom even naast mij. Oh, daar hou ik helemaal niet van, jongen. Naast mij, hoor. Oh, daar gaan we, hoor. La 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 la
kan heel lang leven en blijft ook gezond. Als je nou nooit op je koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat kost de mens daar wel op? Gezellige koffie met lief. En mij maar een nooit mee, zee. Is het nu weer tijd voor, ik mag wel zeggen, een van de belangrijkste onderdelen in dit programma. Onderdelen van dit programma. Dames en heren, ik mag u aankondigen. Ja, dat sta ik net allemaal te vertellen. Roep daar gewoon de prijsvraag, ja? De prijsvraag? Oh, dan kan ik wel even buiten gaan staan, mensje. Want daar hou ik helemaal niet van. Ik ga weer even te pletteren staan regenen voor de deur. Wat zei je? Ja, dat is goed, Tobio. Prijsvraag, kom op dan. Oh, dan moet ik eerst de vraag van vorige week even laten horen. Natuurlijk. Eerst de vraag van vorige week. Nou, dat was een hele leuke, dat weet u nog wel, natuurlijk, hè. Dat was ook weer de grote prijs van vorige week. Excuus aan alle technici. Excuus aan alle technici en alle mensen die dit apparatuur geleverd hebben. Excuus. Een high-fly installatie hebben we altijd lang. Komt een dag. Populair. Ben ik erg populair. Maar van die high-fly houdt hij het dezelfde. Je zal toch 4 jaar op school hebben gezeten om te leren hoe je plaat op een zet. En je hoort dan zoiets. Alleen dansen en zingen. Daar komt en dan die mama. Wat is er aan de hand? Hoe is het mogelijk, hè? Vloog uit mijn handen. Zet hem weer dwars in het etiket. Nou, dat was dan dus de vraag. Na een heleboel gebombardeerde poeha, is hij er dan nog even uitgekotst. Nou, en daar komen dan de leukste antwoorden op dit gedoe. De leukste. Is het leuk? Ik ben zo blij dat we over 5 weken er vanaf zijn, hè. Of 5 weken slapen, hè. Wat een rust. Wat is er aan de hand? Nou, wat aan de hand? Erik Knol uit Assen. Oh. Een ramp, want de Dik voor Mekaar show is op de radio. Je leuk! De kinderen. Hij is goed, hè. Heel goed, ja. Ja, een hele sterke zelfs. Kees Dix, wat is er aan de hand? Nou. 5 vingers. Wat? 5 vingers. 5 vingers! Hadden zij dat meer in Dix zijn, hoor. Dat is er aan de hand en dan zeg je 5 vingers. Ja, hij is goed. Deze is uit Brabant, Erik aan de draai. Dan krijg je de Brabantse humor. Ja. Nou, dat is ook wat. Wat is er aan de hand? Nou. 4 vingers en een duim. 4 vingers en een duim. Ja. 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 Maar het komt bij Brabant, hoor. Ja, en komt hier van André Kors uit Uithoorn. Wat is er aan de hand? Nou. 3 vingers, een duim en een pink. 3 vingers, een duim en een pink. Amsterdam! Dat is heel goed. Heel goed, ja. Wat heb ik hier? Er komt nog meer, hoor. Jos van Eck. Ja, er komt nog veel. Oh, allemaal Amsterdam. Jos van Eck uit Bijbos. Nou. Schijndel is ook Brabant. Ik moet nou wel lachen, ja. Ik heb nou al gehoord. Dit is humor. Ja. Wat is er aan de hand? Ja. Ome Joop zeilt met zijn oren over het strand. Hij is leeg! De kinderen. En hier Martin Boske uit Hengelo, wat is er aan de hand? Niks, alleen het huis staat in brand. Alleen het huis staat in brand? De kinderen. Ik heb hier de winnaar, Dick, die is het leukste van allemaal. Oh, de winnaar! Ja, er zijn nog meer in dit zaal. Nou, hoor,
met het leukste antwoord op. Wat is er aan de hand? Gerard Jongerius, Lutmastraat 141, 1217 PZ in Amsterdam. Zo, 1984 kan hij weer proberen om naar buiten te komen. Ja. Tot die tijd zit hij vast, ja. En het ziekenfonds wordt ook uitgeschreven. Ja, gelijk, wordt niet meer uitbetaald. Als hij dat hebt, wordt het zelf vast. Wat is er aan de hand? Nou? Ik moest plassen, maar het ging over de ram. Het ging over de ram? Ja. Ja. Is het heerlijk? Is het heerlijk? Ja. Mooi, zijn we er doorheen? Ja, we zijn er doorheen. We zijn er doorheen, wat een geluk. Nou, dan nu nog even snel de nieuwe opgave. Wat bedoel je Het hele programma is eigenlijk al een opgave, hè? En dan krijg je nog de nieuwe opgave. Nou, even een hoop gekras en gekruis en gekruis over die platen. Je zal toch plaat zijn? Ik ben zo blij dat ik nooit... Leg hem even op, hè? Als je toch met je grilvies, hè, je legt op zijn zeiltje. Je krijgt de op. Oh, ik pijn aan de hoorn. Wacht even, Dick, even stil, want het zit aan het begin, hoor. Zo klein, 45 poeren. Wacht, het zit aan het begin. Komt-ie. Hier, wacht even. Ja, hier. Al LP kan nog wat hebben. Hoor je? Nee, waarom? Hier, hoor je. Waarom? Millie Scott is dat. Duurt even. Meisje, je zo in de steek. Oh, hij vloog uit mijn handen. Dat kan toch niet, hè? Zijn mensen die moeten er jaren voor studeren eerst voor de radio een plaatje op mogen zetten. En hij zit met de crossen de hele week. Die denkt dat ik in een leeuwenkooi zit, ik hoor niet anders, hè? Nou. Voordat alles is uit de rails vloog, hoorde u de vraag waarom, weet ik veel. Liet je meisje je alleen of zo? Liet je mij zo alleen? Ja, gedoe in dat ieder geval. Waarom liet je mij zo alleen? Daarom, weet ik veel. Weet u daar een leuk antwoord? Millie Scott. Hé? Millie Scott. Ja, dan stuurt u dat even aan. Attentie, goed opletten. Kom op, nou met dat adres! Oh, ben ik. Aard van Donkerbruine Berghuis. Ja. Schuttersweg 8 tot 10. Schuttersweg 8 tot 10. Kan ook deze. Ja, Amsterdam. Bij Hilversum, Dick. Tijd voor... Willeke, Dick. Welke? Willeke. Wat nou Willeke? Willeke. Oh, Willeke. Ach, Willeke. Ja. Ach, maar leuk toch Willeke. Die Willeke Alberti? Ja. Ach, Toos. Ja. Toos. Ja. Willeke Alberti. Oh, dan kom ik even binnen, mensen. Dat vind ik altijd wel even lekker, hè, die Alberti. Die zingt lekker. Dat is allemaal smakelijk, hè. Ja, die zingt lekker, hè, meneer. Ja, dat vind je, oh, daar heb ik nooit zo op gelet. Zingt zo ook. Leuk, Willeke Alberti. Ah, wat leuk, hè? En, ja, natuurlijk is dat leuk. En, leek mij leuk als we nou... Hey, Dick. Ja? Het leek mij leuk als we nou het decor een beetje opvrolijkten met waar het liedje over gaat. Oh ja, gaat het toevallig over een kroeg? Wel, nee, over Joop. Leuk, hè? Willeke Alberti zingt toch niet over een kroeg, over Joop? Nee, jammer, hè? Leek mij leuk als we doen van de spiegelbeeld. Ja, en dan heb ik uit mijn kleedkamer heb ik de spiegel meegenomen. Oh, leuk! En die hang ik er hier voor. Oh, dan kan ze daar tegen zingen, ja, natuurlijk. Geef maar even die spijkers aan. Ja, dan hang jij die spiegel even op. Dan vraag ik pas uw aandacht, dames en heren, dus voor Willeke Alberti. En daar gaat vol zingerspiegel. Ben ik klaar nou, de groot? Nou, bijna, wacht even. Ja, paard ik je daar, moet stevig hangen. Hangt die een beetje behoorlijk naar die spiegel, hè? Hangt die recht? Ja, voor mij. Ja. Nee, maar iets aan. Klaar nou met dat ding? Ja, oké. Okay. Dames en heren. Willeke Alberti, dames en heren. Ja! Ja. Ja. Daar komt zo, Willeke Alberti. Ach, wat ziet je er leuk uit, hè? Oh, hè? Wat echt, hè? Wat leuk, hè? Ja. Spiegelbeeld, vertel eens even. Oh, wat. Wat is dat? Die hele spiegel die...
spijkertje hebt losgelaten, Dick. Spijkertje? Je doet dat ook op makkelijk, hè? Zit met een klein kopspijkertje die hele spiegel. Ik ren even op en neer naar jouw kleedkamer, haal ik jouw spiegel even op. Dat is een hartstikke dure spiegel, dat gaat. Dat is zo gebeurd. Makkelijk ogenblikje, mevrouw Albert, die komt zo een spiegel aan. Dat doe je iedere keer, hè? Daar heb je hem. Nou, hang hem snel op, dan kunnen we verder met het programma. Excuus, dames en heren. Ook aan Willeke Albert, we hangen even een nieuwe spiegel op, Willeke. En dan kunnen we verder, hè? Nou, ziet een beetje op de grote mevrouw Albert, die staat te wachten. Ja, maar hij moet stevig. Oh, ik kan die oude spiegel even opruimen, Bas. Ja, Harry, haal de boel hier een beetje weg, hè? Dat kan natuurlijk niet, hè? Oh, je zit hier wel in een bak. Ja. Mooi, dames en heren, dan vraag ik. Willeke kan ook weer, Dick. Even wachten, er ligt nog wat. Heb je het nou? Nou hoor, ik heb het. Mooi, dames en heren, dan vragen wij nu de zwaandag. Willeke al bent die, dames en heren. Ja! Ja! Hangt die goed zo, Dick? Hangt een beetje scheef, hè? Weet je wat? Ik hang hem even wat rechter, Dick. Wat heb ik doen? Zo blijf daar van die spiegel af! Hoe duur was die, Dick? Daar ben ik weer! Is dit belachelijk of niet, hè? Nou, meneer de Groot kan misschien mijn spiegel nog even ophangen. Ja, jij moet zo geld met deze spiegel hangen! Wacht even, ik ben zo terug! Ja! Oh, dan toont je al de spiegel even op, ja, Dick. Ik heb in ieder geval de spullen bij elkaar weer, okay, hoor. Een beetje nog, ben ik klaar. Neem deze maar, meneer de Groot, is wat lichter. Ja. Heb ik niet zulke grote spijkertjes nodig? Oké, ondertussen zingt Willeke Albert wel even, Dick. Ja, daar is Willeke Albert. Ja! Ik zal hem extra stevig tegen de muur. Ja, schiet daar maar op, hè! Oké. Spiegelbeeld. Hij hangt dik. Dik, niet meer aankomen, oude groot. Kom hier staan en blijf er verder vanaf, hè? Ja! Is het waar? Ben ik 20? Is mijn tienertijd voorbij? Is dit belachelijk? Hey, Dick. Wat denk je waar die hoeden mee ophangt? Met een plakbandje! Zo'n grote spiegel! Met een plakbandje! De spijkertjes er wel op. Daar ben ik weer! Ik word er zo... Kunnen we nou niet gewoon een liedje van Willeke Albert dat ze even uitzien? Ja. Dit is het gewone bal. Hebben we nog een spiegel? Mijn spiegel maar even dan, hè, Joos! Ik heb nog een scheerspiegeltje, Dick. Oh, nou, hou het gewoon op, dan hoeven we niet te timmer ook. Ga daar staan en hou het spiegeltje van. Harry klaar dan? Ja hoor, ik heb het. Mooi, dames en heren. Willeke Albert. Ja! Gaat die spiegel een beetje omhoog, hè? Dan gaan we er goed in kan kijken, hè? Ietsje hoger, zo kan dat beter toch niet zien. Je houdt het op kniehoogte. Spiegelbeeld. Vertel eens even, ben ik heel zo oud als jij? Is het waar, ben ik 20, is mijn je zak met je spiegel begroot, hou die spiegel hoger! Maar ik ben toch niet zo jong meer als ik was. Ze hoeft de buik niet te zien, de grote gaat op de gezicht! Nog een keertje, terug. Wat nou weer? Ik ben zo moe in mijn armen. Daar ben een scheerspiegeltje en word weer moe in zijn armen. Hup, daar ligt het weer. Daar ben ik al hoor, ik kom al klaar. Nou, kan ze nou dat liedje nog uitzingen of opnemen we een ander onder? Ik heb hier nog een spiegeltje. Ik heb hier nog wel een spiegeltje. Wat is er voor een spiegeltje? Dat is hier. Dat kan toch niet met zo'n klein belachelijk, zo'n zakkamer spiegeltje van een hoede. Gewoon een behoorlijke grote. Hebben we nog een grote spiegel? Nou, hier staat er nog één. Wat die voor is, weet ik niet, nou, maar het staat die er al een tijd. Nou, hou die spiegel op, dan kan ze er geen. Dames en heren, daar komt ze. Leun er wel even tegenaan, Dick. Ja, hè? Ik leun er wel tegenaan. Ja, hou het ding gewoon recht op, dames en heren. Willeke Albert, die dames en heren. Ja! Mevrouw Albert, hallo, waarom staat mevrouw Betty? Wat staat ze nou te lachen, de grote mevrouw? Waarom staat ze nou zo te lachen? Waarom gaat ze... Hallo, we willen u gaan zingen, mevrouw Albert. Wat is er nou te lachen, de grote? Waarom lacht ze? Een stijl gekke gezichten te trekken of zo? Nee, dat doet ze zelf, Dick.
staat er zelf gekke gezichten te trekken, hoezo? Dat is een lachspiegel. Mooi! En dan is het nu weer tijd geworden voor... Heerlijk! Je weet helemaal niet wat ik gezegd heb. Ja... Wacht dan even naar dit. Nee, gaat niet over Amsterdam, want we hebben een heel leuke grootje hebben daar gezocht. Wie komt er? Wat komt er? Heel belangrijk grond, dacht ik. Ja, dat is net zoals meneer voor elkaar zojuist ook al zei. Hetgeen wat nu komt is wel heel erg belangrijk! Ja, heel belangrijk! Heel belangrijk! Ja, Ben? Dan gaat er niet dwars door mijn aankondiging heen zitten! Zat ik dwars door jouw aankondiging? Ja, je zit heel uitgebreid, het is heel belangrijk! Ja, maar het is toch heel belangrijk? Dat vind ik toch net te zeggen, Toos! Dat jij er nog niet even te zeggen! Dit is mijn solo, toch? Nou, als we dan klaar zijn met de solo, dan komt hij! Bobby Solo. Nou, wat heb je? Ze heeft me nog niet aangekondigd, Dick. Ze heeft al even gezegd dat het belangrijk was. Natuurlijk, die onheilspelling die is al lang duidelijk. Nou, kom op met die flauwe girl. Kom er al aan. 30 seconden van meneer De Groot. Ja, hallo je fans, je hier is meneer De Groot. Daar heb je meneer De Groot. Nou, klaar ben je ermee. Ja, dat is helemaal Amsterdam. Even kijken hoor, heb ik van Henk Stil uit Arnhem. Nou, wat had hij? Speelt piano en het heeft een rond hoofd. Speelt piano en heeft een rond hoofd, nou? Pieter van Bollehoven. Pieter van Bollehoven. Hij schuift ze maar naar buiten. Deze is van Rian van Sura uit Eindhoven. Nou ja, maak het uit, kan ze toch niet meer vertonen in ieder geval, hè? Het zingt zielig. Het zingt zielig. Marco Stakker. Marco Stakker! Blijde kinderen. Marco Stakker! Heerlijk. Heerlijk, hè? Staatssecretaris met grote oren. Staatssecretaris. Gaat er niet over mij, hè, WC? Over staatssecretaris Haas. Oh! Ja. Hey Dick, en heb ik een vraag van een luisteraar. Henk Schipper uit Rijzen. Ja, wat had hij? Weet u soms hoe je een Belg de hersens kunt spoelen? Weet hoe je een Belg de hersens kan spoelen? Nou? Ja, dat weet ik ook niet zo zijn, maar volgens mij moet je dan water in zijn lazen gieten. Hij is leuk! Ja, hij is ook leuk. Ja. Dit is humor. Kom er maar eens op, hè. Dit is humor. Kleine kinderen, grauw. En dan heb ik hier een bonus, Dick. Oh, een van, bonus. Nou, even snel, want dat kan nog niet. Frans Storm uit Rotterdam. Uit Rotterdam, ja. Ja. Even kijken, hoor. Er komt een... Oh ja, deze was het. Komt een man in een restaurant, heb je zitten eten en zegt hij tegen de ober, ik betaal mooi niet, ik ben voor niemand bang. Hij loopt de deur uit, houdt de portier hem tegen, toen zegt hij tegen de portier, ga opzij. Ik betaal niet, want ik ben voor niemand bang. Zegt die portier, nou ik ook niet. Zegt die man, dan moet je hier naar binnen gaan en ga je gratis eten. Ja. Ik had de productie, ik had de productie.